en Nico van de Putten van de Putten in de leiding. Van de Putten, daarnaast is de 2 decimeter Marco Chatel. It's a German guy on the second spot. Een boogje lijkt de dans. Van de Putten, hij gaat de lijst. De tweede plaats is dan voor de Duitser Marco Chatel. Nogmaals, boys, 15, 16 jaar oud. Onderweg met Roland Lemmens, Pieter Leroy. Kai Stindel, Mark Noordman en Danny Dunnik en de Burggraven. De wel ook weer goed optreden. We gaan eens even kijken. Dus inderdaad, de Burggraven die in de leiding gaat. Hoor dan de 109 meter Kai Stindel. The guy from Germany is on the second spot. Daar is de Lappen Tico aan de premier plaats. En dan hebben we de chip komt naar de Duitse land. Of die kopje wel. Tom Meijs, Ronnie van Heuvel, het is een parallel. Het is het Dream Team. Nederland is aan de leiding. Ronnie van Heuvel, plaat nummer 4, 7, 7. En daarachter is het de man op zijn thuisbaan. En voor de win is Tom Meijs op de tweede plaats. Maar terwijl hij zegt, komt er een aanval van de 139 hoor. Het is Rick Piepers van Lionel Valkenswaard die in het noorden is. En dan zien we dat het Dream Team aan de leiding gaat. Het Dream Team is aan de leiding. Ronnie van Heuvel, nog steeds aan de leiding. En Meijs op de tweede plaats. En het is heel